Gisteravond zijn we aangekomen, later dan verwacht. We hadden 2 uur vertraging. Het is nu vrijdagochtend, heerlijk weer. We gaan vandaag een wandelingetje maken, startnummer ophalen. En vanavond de start van de ultratrail bekijken. Dus het wordt een mooie dag, niet te veel doen, de benen heel houden. Je kan hier achter mij al een beetje zien waar het zich morgen gaat afspelen. Want we beginnen morgen met hiervoor de Tofana's langs naar dat, even kijken of je hem kan zien, dat topje daar te lopen, de Col Rosa. Voor Col Rosa linksaf, dan achter de Tofana's langs, langs Cinque Torre en dan komen we hier ergens naar beneden. No queue at all. Lo segui, a un certo punto sì, c'è il bivio, si sente. Ciao. We zijn hier bij Passo Falzarego om de route te verkennen. Hein senior en Pierre die lopen al een eindje verderop. Maar ik moest even de camera neerzetten. Dus we gaan even op zoek naar de linten die de route aangeven. En morgen gaat Hein senior hier ergens op ons wachten. En wat spulletjes overgeven. En hij neemt ook een tube zonnebrandcrème mee, zodat we ons nog een keer extra kunnen insmeren. Solo 2 informazioni giusto per confermare il percorso di gara, che è quello originale, quindi percorso confermato 119 km e 5850.
spanning neemt toe. We lopen naar het startvak. En ik ben bloednerveus. Pierre, hoe is het met jou? Nog goed. Nog goed. Hij voelt zich top. Ik vind het wel spannend. We zijn er bijna. Ja, ik ben trots aan, maar ik heb het goed. Ik voel een beetje mijn bovenbeen, maar dat komt goed. Ja. Bovenop de eerste col, Portella Col de Bois. Hier om de hoek is Refugio Avera. Daar gaan we een senior vinden. Als het goed is. Waar is Pierre? Die komt eraan. Oké. Neemt dit op of niet? Wie? Geluid. Ja. Oké. Hij zei, ga maar vooruit. Oké. Ik ben vooruit. Even wat eten. Ja, je kan hier drinken als je wil. Maar... Good to see you. Ik was hier om 11 uur en ik dacht, oh shit, ik ben te laat. Dat kan je met siroop krijgen als je wil, met iets erbij. Thee of zo, of een wijntje. Dat kan volgens mij ook bier. Ik kan doen af. Oh, warm tea. Oh, yes. Dat is koud, hè? Ja, hot. Oh, hot, oké. Ik heb ook Pringles bij me. Ik heb nog een half broodje met worst. Ja. Kwart over één is die vertrokken. Ik drink theetje, naar een barretje en dan... Oké. Ga maar zitten. Ja, dat daar. Het waait hier nogal hard. Dus ik weet niet of je me kan horen, maar vanaf hier is het alleen maar naar beneden. Bijna alleen maar naar beneden. Kijk, daar ligt Cortina.
Je moet nog binnenkomen. En hij senior wacht aan het hek en ik zit op het terras. Met deze jongen. Lekker joh.